operator Touristic Union International, TUI, die over eigen vliegtuigen beschikt, heeft gisteren in samenwerking met de Surinaamse luchtvaartmaatschappij, de SLM, haar inaugurele vlucht uitgevoerd vanuit Amsterdam naar Paramaribo. Naast de SLM en KLM wordt TUI nu als de derde speler op deze route aangemerkt. De Boeing 787, bekend als de Dreamliner, landt om 6:30 op de Johan Adolf Pengel luchthaven. Het vliegtuig wordt warm onthaald door het publiek dat speciaal hiervoor is uitgenodigd door de reisorganisatie. Onder hen bevindt zich de minister van HINT, Ferdinand Welzijn, en overige hoogwaardigheidsbekleders. Van TUI. Ja, het was een goede vlucht. Hartstikke goede. Ja, goed gezeten, goed gegeten. Ja, het was leuk. Okay. Dus in het vervolg vliegt u vaker met TUI? Ik denk het wel. Het is me goed bevallen. We vliegen normaal altijd met KLM. Voor het eerst met TUI. Tenminste, niet voor het eerst met TUI gevlogen, maar wel naar Suriname. Prima vlucht. Goede vlucht gehad. Ja. Ja, goed. Wat vond u zo prima en goed? Nou, het is natuurlijk geen SLM, het is TUI, dus dat is anders. En het was gewoon een goede vlucht. Ja. Ik heb begrepen, goed eten. Ja, het eten was redelijk. En crew aardig. Maar dat zijn we ook gewend van de SLM, toch? Ja, goede vlucht. Ja, service ook goed, alles. Ja. Behalve de passagiers zijn ook de toppers van de samenwerkende bedrijven heel blij met de eerste vlucht. De verschillende sprekers noemden de overeenkomst tussen de SLM en TUI een mijlpaal. Alweer meer dan een jaar geleden zijn de SLM en TUI opnieuw met elkaar in contact gekomen om deze hele mooie samenwerking te bespreken. En vandaag, 3 juli 2017, is een droom werkelijkheid geworden. De heer Tjotkani heeft het al gezegd, dat deze samenwerking, en de heer Kers ook, dat deze samenwerking die wij zijn aangegaan, iedereen de economie van Suriname ten goede zal komen. En wij gaan als SLM samen met TUI ons uiterste best doen om dit te verwezenlijken. De overheid in haar faciliterende rol en de private sector in haar uitvoerende rol moet gezamenlijk een sterk front vormen. Dat is weer eens bewezen en het is nu zichtbaar resultaat, de samenwerking tussen de internationale tour operator TUI en Puri Tours samen met SLM, waarbij onze eigen nationale trots, de Surinaamse luchtvaartmaatschappij, de belangrijke rol mag vervullen. Dat was minister Ferdinand Welzijn gisteren na aankomst van de inaugurele vlucht van vliegmaatschappij TUI vanuit Amsterdam naar Suriname. De bewindsman vertegenwoordigde zijn collega van OWNC. TUI zal voorlopig alleen op de maandag vluchten uitvoeren van en naar Amsterdam.